dan besef ik me wel van, ook al heb ik niet echt iets fout gedaan, kan het wel gewoon hele grote gevolgen hebben voor de mensen om me heen. Dus ja, ik moet wel echt met alles opletten met wat ik doe. We zijn afgereisd naar Parijs voor een bijzonder interview en wel met jonge ondernemer Klaus van Oranje. Klaus, je geeft eigenlijk nooit interviews. Waarom nu wel? Nou, ik vind de hele showbizwereld is niks voor mij. Laat ik wel aan mijn zus over. Die is daar wat beter in. Ik kan het gebruiken om young entrepreneurship te promoten. Ik wil wel ergens achter staan. Mijn naam soort van kunnen gebruiken voor iets goeds. Je bent enorm ondernemend. Je bent 19 en je hebt nu al meerdere bedrijfjes gehad. Het begon ooit met een schoenenbedrijf, toch? Het is begonnen toen we op vakantie waren met de familie. Ik liep langs de Supreme Store en ik had gehoord dat je sommige dingen kan kopen en dan later voor meer doorverkopen. Doorverkopen is geen Nederlands woord, zeggen mijn ouders trouwens altijd. Dat je hem kan kopen en dan weer verder kan verkopen, laat ik het zo zeggen. Had ik een rugzak gekocht van Supreme. 2 maanden later of zo op Marktplaats verkocht voor, weet ik, van 10 winst. Met dat geld ben ik weer doorgegaan. Ben ik begonnen op Nike schoen te kopen, te verkopen. Het geld dat ik begon met die rugzak heb ik toen steeds verdubbeld of gewoon de hele marge erop gepakt. Uiteindelijk had ik op zo'n groot iets van 200 paar schoenen of zo in mijn kelder staan. Hoeveel omzet heb je gedraaid met dat bedrijf? Ik zou dat echt niet weten. En ik denk ook niet dat ik het zou delen als ik het zou weten. Welke bedrijfjes heb je na je schoenenbedrijf gehad? Daarna ben ik begonnen met Orange Digital, een marketingbedrijf. Die heb ik toen gepauzeerd om tijd en ruimte vrij te maken voor AI-courses. We leren aan mensen hoe ze ChatGPT en AI nou echt moeten gebruiken. En daarmee kunnen ze effectiever worden en van irritante taken professioneel met hoge kwaliteit laten doen door ChatGPT. Je kan bijvoorbeeld e-mails automatisch laten schrijven in jouw schrijfstijl. Precies hoe lang je het wil, in hoeveel paragrafen. Ja, het is echt een skill van de toekomst. Je bent dus heel erg druk met je bedrijf. Je studeert ook nog. Heb je nog wel tijd voor vrije tijd ook hier? Soms is het wel een beetje moeilijk. Soms wordt het een beetje druk, maar ik vind dat juist leuk. Gewoon heel druk hebben. Ik vind het ergste vind ik gewoon als ik gewoon niks te doen heb en dat ik gewoon op mijn telefoon op social media aan het scrollen ben of zo, dat vind ik heel irritant. Dus het liefst heb ik het gewoon heel druk. En het is geen probleem voor mij. Het beste café van Parijs. Waarom dan? Het is de enige plek waar je gewoon bestelt en gewoon een minuut later je koffie binnenkrijgt. Stop. Het zit om de hoek bij de school, dus gewoon tijdens in mijn tussenuren kwam ik hier. Oh man. Last time, hè? Last time, Soleil Levant. You're gonna be in the news. Huh? You're gonna be in the news. Famous, hè? No. In de starling. Ja, sûr. Merci. Je had gelijk, binnen een minuut? Binnen een minuut. Heb je het getimed? Klaus, wat vind je ervan om in Parijs te wonen? In Parijs is gewoon een hele mooie stad. Alles wat je gewoon online ziet en alle foto's en zo, daar woon je gewoon. Dus als je wakker wordt en je gaat gewoon naar buiten, zie je gewoon Notre Dame staan of zo. Dat is gewoon het mooiste aan Parijs. Nadelen, ja, het is heel vies. Overal afval en dan mis je wel Nederland als je dat allemaal ziet. In Nederland heb je dat allemaal niet. Al die protesten, is helemaal niks aan. Hier voor de straat kwam ik terug van school en blijkbaar was de hele straat was vergast met traangas. En toen liep ik naar mijn voordeur en toen opeens begon alles te branden en mijn ogen begonnen te tranen. In mijn straat ben ik gewoon zonder reden vergast met traangas. Niet vergast, ik weet niet hoe je dat zegt, maar ja. In aanraking gekomen met. Je studeert ook nog, welke studie doe je? Business management. En waarom doe je dat in Parijs? Ik doe het op ISCP, een Franse school. Hun programma zijn 3 jaar. Dus eerste jaar is Parijs, volgend jaar Turijn en dan Londen. Het is een hele internationale school. Ik hou heel erg van het internationale aspect. En veel mensen van verschillende achtergronden leren kennen. Om dat meer te promoten hebben ze ook van die verschillende campuses, zodat je andere culturen leert kennen, nieuwe mensen. Er zullen altijd mensen zijn die zeggen dat jij alles te danken hebt aan je achternaam, je familieachtergrond. Hoe kijk je daarnaar? Nou, het bedrijf zelf, dat totaal niet. Omdat ik dus het geld heb ik van mezelf. Ik heb gewoon het herinvesteerd, het geld groter gemaakt en uiteindelijk genoeg kunnen hebben om gewoon een vol bedrijf te hebben met een website. Dit gaat over de schoenen. Maar het heeft wel zijn voordelen, bijvoorbeeld dat ik heel veel interessante en bijzondere mensen leer kennen. Het heeft ook weer zijn nadelen, want
ja, met alles wat ik doe moet ik opletten dat als ik iets fout doe, dan heeft het niet alleen voor mij nadelen, maar ook voor mijn hele familie. Maar heb jij echt het gevoel dat jij heel erg moet opletten op wat je doet dan? Ja, zeker. Stom voorbeeld, maar in oktober vorig jaar was ik met mijn vader bij een feest van Floris en we hadden verkeerde bandjes of zoiets. Heel stom. Toen zijn we eruit gezet. Snap ik ook wel, als je zonder bandje in een club staat. Volgende ochtend werd ik wakker met echt... Elk nieuwsblad had er iets over gezegd. En dan besef je wel echt van, als ik iets doe, mijn acties hebben wel echt consequenties. Heel veel speculaties waren er van, ja, Constijn heeft iemand in elkaar geslagen of zo, daarom is hij eruit gestuurd. Dan besef ik me wel van, ook al heb ik niet echt iets fout gedaan, kan het wel gewoon hele grote gevolgen hebben voor de mensen om me heen. Dus ja, ik moet wel echt met alles opletten met wat ik doe. Ja, zus heeft er duidelijk voor gekozen om echt de influence kant ook op te gaan. Waarom zie je dat zelf niet zitten? Ja, ik weet het niet. Het lijkt me niet echt iets voor mij. Ik heb niet echt behoefte aan vragen over mijn privéleven en, ja, en dat soort dingen. Het hele showbiz gebeuren. Wat vind je nou zo leuk aan ondernemen? Nou, echt dat je iets gewoon bouwt. Je bouwt je bedrijf op en je ziet het gewoon van niks naar misschien en niet altijd naar iets gaan. Mijn ouders zijn natuurlijk een voorbeeld. Allebei heel ondernemend. Vader werkt ook heel veel met startups, met TechLeap. En mijn moeder is ook heel ondernemend. Dus ja, daar krijg ik het ook wel van. Het liefst wil ik gewoon later wel een impact hebben maken. Ik was een maand geleden in Libanon. Dan zie je heel veel kinderen op straat en zo. Dus bijvoorbeeld een weeshuis openen in Libanon, zoiets zou ik heel mooi vinden om later te kunnen doen. En een ander doel van me is trouwens om een sportauto voor mijn ouders te kopen. Dat heb ik al sinds heel jong. Dus maar ja, dat gaan we wel zien of dat lukt. Ja, mijn ouders doen altijd heel veel voor mij. Dus ik zie gewoon het beeld van hun twee met z'n tweeën in een tweezitter. En dan door de Alpen rijden of zo. Lijkt me gewoon leuk voor ze. Op welke manier zou jij graag jonge mensen willen inspireren? Vooral jongeren hebben een idee over ondernemen dat het heel moeilijk is en dat het heel veel geld kost. En ik wil eigenlijk gewoon aan mensen vertellen dat het totaal niet zo is. En dat als je gewoon genoeg doorzettingsvermogen hebt, dan kan je elk idee waarmaken. Door dat te laten zien, hoop ik mensen stimuleren om meer ondernemer te worden.